Zoals je ziet, dit zijn nu de dingen wat de mensen gewoon daarnaast liggen. Het kleine moeite om het bakje openmaken en erin te gooien. Maar ja, de mensen zijn toch eigenwijs en toch ernaast zetten. Zwerfafval is een groot probleem in Leiden. De vuilnismannen rijden dagelijks door de stad om niet juist aangeboden afval op te ruimen. Best wel, we hebben onze handen er vol aan. Voor afvalcoach Piet van Vechten is het duidelijk wie de grootste vervuilers zijn. Ja, het nieuwe zwerfafval zijn de mondkapjes natuurlijk. 2 jaar geleden zag je nooit een mondkapje op straat en nu liggen ze overal. Blikjes. Ik heb goede hoop dat dat minder wordt door het statiegeld. Nou, wij moeten gewoon zorgen dat iedere dag alles van de straat is. Alles bij de ondergrondse bakken, zeg maar, wat de mensen ernaast gooien, dat moet gewoon weggehaald worden. De laatste jaren is er veel verbeterd in de aanpak van het zwerfafval. We zijn van bovengrondse containers in dit soort wijken naar ondergrondse containers gegaan. We zijn in de binnenstad van zakkeninzameling naar ondergrondse containers gegaan. En dat is een enorme vooruitgang. Als je naar de toekomst kijkt als afvalcoach, waar gaan we dan heen? Naar steeds meer betrokkenheid van burgers. Er zijn steeds meer mensen die met een grijpertje in hun buurt lopen of door de hele stad lopen en zwerfafval ruimen. En andere mensen zien dat weer en die denken, hé, dat wil ik ook. Dat is positief. Ja.